Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland en uit die bewolking vallen van tijd tot tijd buien, maar we zien ook gaten in het wolkendek en dat betekent dat we de zon ook van tijd tot tijd gaan zien. Vanochtend is het dus wisselend. De buien zijn nog niet zo heel actief en de temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden. Maar vanmiddag komt daar nog wel wat bij, dan kan het 20 graden worden in het binnenland. Worden de buien ook wat feller en heeft vooral het oosten en noordoosten van het land ook kans op onweer? De wind is aan zich niet zo sterk, matig hooguit uit het zuidwesten tot westen. Vanavond beginnen de buien zich langzaam naar Duitsland te verplaatsen en wordt het van het westen uit droog. De zon breekt nog even door voor die ondergaat en de temperaturen dalen naar ongeveer 15 graden. Dan hebben we morgen een dag met zonneschijn, maar ook met wolken. En opnieuw een aantal buien, met name in het binnenland, zijn iets minder fel dan vandaag, toch heeft het oosten nog kans op onweer. Het onweer gaat eruit voor de maandag. Het is niet overal droog. Vooral in het noorden kan wat regen vallen en zien we de zon wat minder. Het wordt 19 graden. Dinsdag en woensdag komen de temperaturen boven de 20 graden uit. Dinsdag op veel plaatsen droog weer met slechts een enkele bui. Woensdag neemt de kans op buien weer toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl